2, 1, go! Jawel mensen, welkom bij een nieuwe vlog alweer. Ik ben thuis. Jawel, en waarom ben ik thuis? Ik sta op Deppenbroek waar ik opgegroeid ben. En vandaag is er door het Krajicek Foundation een tennisveldje geopend waar je ook kan voetballen. En dit is allemaal geregeld door mij. Ik ben echt zo trots op hem, want ik heb hem ook nog ooit getraind. Top Beirut! Ja, toevallig staat zijn broertje hier en een vriend van ze staat, wacht even, staat achter ons. Maar Beirut, hoe is het, jongen? Goed, ja. Hey, maar vertel mij eens even hoe jij dit allemaal geregeld hebt. Ja, hoe ik dit geregeld heb, ik zag overal leuke veldjes, maar ja, zoals je weet, kinderen gaan niet vanuit zichzelf naar buiten. Je moet echt begeleiding opzetten. Nou, ja. Dat doet dus de Richard Krajicek Foundation. En dan zetten wij dus begeleiding op sportvelden, zoals hier, waar je kan tennissen, voetballen. Wat toch meer aandacht trekt voor de jongeren, zodat ze toch kunnen gaan sporten. Ik zou jou even naar voren willen hebben. Jawel, daar gaat Beirut. Want het was jouw idee om te zeggen van nou, hier moet meer gebeuren in deze kant van de stad. We moeten hier een poort hebben. Jawel, en inmiddels sta ik hier met de wethouder. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, waarom is het zo belangrijk dat er zo'n leuk veldje in een wijk staat? Ja, dat vinden we heel belangrijk. Het is ook een hele mooie plek om zo'n mooie Krajicek Plaza te hebben. Het is natuurlijk belangrijk dat kinderen zeg maar echt kunnen spelen, zich kunnen bewegen, maar ook ontmoeten. En dat gaat op deze plek natuurlijk hartstikke goed lukken. Ik ben het daar helemaal mee eens. En hoe trots bent u op Beirut? Ik ben heel trots op Beirut. Dat heb ik net ook in mijn openingsspeech ook gezegd. Als hij er niet was geweest, was dit niet zo gerealiseerd. Dus hij verdient alle lof. Oeh, en je broertje kan ook wel ballen, hè? Hey. Hele familie, hè? Moet je gewoon niet wennen. Oh, hi, ja. Nee, ik heb gewoon echt een panna gekregen. En die ga ik niet herhalen. Niks staat, waar ben je? Het was wel een hele vies. En wie het ergste was, hij zei ook nog, welke kant zal ik opgaan? Hij ging met die panna. Oh, nee. Ik begin hem echt iets te vaak te zien de laatste tijd, hoor. Hè? Aan met haar, hè? Ja, tuurlijk. Alles goed? Ja, waar is je skateboard? Heb je hem niet meer? Kom je een potje voetballen aan met Abe of niet? Zij wil een potje voetballen. Potje voetballen? Net een potje tennis. Tegen papa, hè? En ik sta met Chris van het Krajicek Foundation. Chris, ik ben echt benieuwd, hoeveel van die leuke veldjes hebben jullie eigenlijk in Nederland? 116. 116? Ja. En is er nog een bepaalde wijk waar jullie dat doen of overal? We zitten in de buurt, de aandachtsbuurt zitten we in, dus de krachtwijken. Daar willen we onze velden aan leggen. Dus Deppenbroek heeft een beetje aandacht nodig eigenlijk? Een beetje aandacht. Gewoon denk ik veel kinderen die niet lid zijn van de vereniging. En die hebben dan ruimte nodig om goed te kunnen sporten. En dat kan op onze plekken. Hey, ben je die jongens en meisjes hier aan het rugby aan het leren of wat zijn ze aan het doen? We zijn groep van de Enschede Broncos. Wat we doen is een lichte variant van de Amerikaanse bal. Dat noemen we flag. Dat is heel makkelijk. Als je een vlaggetje trekt, dat betekent dat je getackled bent. Dan is het spel dood en begint het spel op diezelfde punt waar die vlaggetje is getrokken. Oké, dus je mag elkaar niet echt omduwen, hè? Nee. Anders heb je straks allemaal huilende kinderen. Nee. Het is eigenlijk een non-contact sport. Oké. Maar ja, het gebeurt wel vaak af en toe dat je wel tegen elkaar aankomt, maar ja. Maar dat is alleen maat van, hè? Precies, je snapt het. Dankjewel. Hey, ga je een sprintje trekken of niet? Ga je een sprintje trekken? Gooien. Lekker, man. Jawel, en ik sta hier even met een jongere werkster.
Werkster, moet ik zeggen. Zeker. Maar goed, zij gaat mij nu even vloggen, hè? Ja, dat is eigenlijk wel de bedoeling. Met wisseling. Eventjes een wisseling. Ik zou zeggen, heb je op maandag, donderdag en zondag niks te doen, kom dan gezellig langs. En als je op zondag komt, zie je onze vriend Beirus natuurlijk. Breng weer wat kijken, laat een reactie achter wat je ervan vond, of je leuk vindt. En of je wel interesse hebt om langs te komen. En ik zeg, tot gauw. Ciao. Ciao.